In het begin besef nog niet dat het veel naar voren is. Maar nu beseft echt zeg maar, dat dat allemaal weg is. Hey ouwe. Komen jullie weer achter de geraniums vandaan? Oh, die wordt wel beter. Kun jij er ook achter weer gekomen? Ja, dat wil wel zeggen. Alsjeblieft, heren. Dankjewel, hè. Wat mist nog het mooist? Nou, die band onder mijn koren, ik wil maar zeggen, die is volledig kwijt. Ik wil maar zeggen, huisgenoegen meer, zusgenoegen meer. We gaan deze kant op weer. Die kant is allemaal alles op slot. Kleedkamers, de deuren zijn ook op slot. Ja. Hier hang ik rond. Met de massagepraktijk is het behoorlijk druk en ja, gaat goed. Nou, dit is oude spelershome. Doe dit niks meer. Nou, dit is ook allemaal weg, alleen dat is dan allemaal de aansluiting en zo. Het is allemaal weg. Ja. Wat voor moment in het stadion, wat lastig voor die? Nou, vooral in het spelershome, in dat keukenopsluit zat hij maar. Boven door die kluip. Dat is allemaal kwijt. Dat is hier. Ja, de meeste spullen zijn er volgens mij er wel uit. Maar daar kom je niet meer in, joh. Nee, die koelingen zijn eruit natuurlijk. Ja, en die gaat van huis. Ik kom net bij jou vandaan. Ja. Een beetje schimmig. Het ging over het geheim van Veendam. Ja. Hier is het geheim. Dit is het geheim. Het geheim zit hier in de keuken. Kijk eens. Het soep. Ik heb de soep maar in bedankt. Ik zet het wel een beetje in goed. Ja. Een beetje vlees erbij. Ja, een beetje vlees. Het was alleen jammer dat de keuken niet meer in ere was natuurlijk, want nu kon je geen soep meer krijgen. Nou, ik denk dat het wat mist. Nou, soep ze sloeg ik meestal over, dus dat maakt niet uit. Moet je ze niet tegen ze vertellen, hoor. Is het dorp zo klein blijven? Denk ik. Maar dat zeker, maar dit misschien wel zo. Nou, ja. Nou, voor afscheid nemen nou, jongens.